Rubber is een fascinerend materiaal dat onmisbaar is in veel producten. Ik laat je heel graag zien hoe zo'n product nou eigenlijk tot stand komt. Het maken van een rubberproduct lijkt namelijk veel op het bakken van brood of een cake. Je begint met het maken van een producttekening, want je moet natuurlijk eerst bepalen hoe je brood of je cake eruit komt te zien. Vervolgens maak je een matrijstekening en wordt de matrijs gemaakt, de bakvorm als het ware. In deze matrijs stoppen we straks het deeg, een rubbermengsel van polymeren, vulstoffen, olie, hulpstoffen en vulkanisatiemiddel. Dat deeg is dus zacht en het voelt aan als kauwgom. Ik heb er alvast een paar plakjes van gemaakt, want dan past die beter in de matrijs. Zo. Best zwaar. Ja, vervolgens gebruik je dus deze pers om het mengsel onder hoge druk in de matrijs te laten vloeien. De pers en de matrijs hebben een temperatuur van tussen de 120 en de 180 graden, wat ervoor zorgt dat het rubber gaat vulkaniseren. Pakken, zou je dus kunnen zeggen. Dat duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij gaat het deeg dus over van een plastische of een vormbare fase naar een elastische, rekbare fase. Kijk, hierna haal je dus het eindproduct uit de matrijs en je brood of je cake is klaar. Zo gaat dat dus.